Het is avond in 1953 in een van de ondergrondse metrostations in Londen. Het is een hele drukke dag geweest wegens de kroning van de jonge koningin Elisabeth II. De meeste dagjes mensen zijn alweer naar huis en de stilte van de late avond heeft bezit genomen van het station. Twee mannen, beide in hun vuile en versleten kleding gekleed, komen naast elkaar het platform opgelopen. Ze hebben duidelijke oneenigheid met elkaar, want diverse vleeswaren en verwensingen vliegen over en weer. Hun stemmen worden steeds luider naarmate de oneenigheid voortduurt en uit het niets lijkt de kleinste van de twee iedere beheersing te verliezen. Op dat moment komt de laatste metro van die nacht aanrijden. En net als hij de twee mannen wil passeren, duwt de kleinste van hen de ander van het platform voor de razende trein. De piepende remmen van de metro zijn oorverdorend. En als de trein tot stilstand is gekomen en de rust is weergekeerd, is de kleine man nergens meer te bekennen. Of de andere man voor de trein is gevallen en zo aan zijn einde is gekomen, is onduidelijk. Er zijn geen politierapporten over het treinongeluk, noch de naam Christy Smit, zoals de man genaamd zou moeten zijn, is te vinden onder de doden van die dag. Het is onzeker of deze gebeurtenis werkelijk is gebeurd en hoewel er een bekentenis van de moord is, is het niet zeker wat er werkelijk is gebeurd met Christy Smit. <middels> Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar wereldwijd. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Toornend, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars. Slachtoffers en politieonderzoek. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Kieran Kelly. Stel je voor dat je als politieregisseur een verdachte van een moord. Op hete daad betrapt hebt en hem vooral voor formaliteit moet verhoren. Stel je voor dat je meer in algemene zin hem de vraag gesteld hebt: hoe zit het met alle andere moorden? En stel je dan voor dat je vervolgens twee weken lang bekentenis na bekentenis krijgt over diverse moorden, waarvan enkele verifieerbaar en andere weer niet. Het lijkt een ongelooflijk verhaal. En de meeste regisseurs zullen je vertellen dat dit nimmer voor zal komen in echte moordonderzoeken. Toch is het exact wat regisseur Ian Brown van de Met Police in Londen gebeurde op 3 augustus 1983. Maar ik loop vooruit op het verhaal. Het is dus in de middag 3 augustus 1983. Het is een gewone woensdag. Al is het wat koud voor de tijd van het jaar. Twee mannen lopen over een geasfeteerd pad in een parkje in Zuidwest-Londen. Ze zijn op weg naar het muziekpodium, wat midden in het grasveld staat, waar het momenteel niet erg druk is wegens het koude weer en ze wel goed kunnen schuilen. De mannen zien er wat opgefokt uit en hebben af en toe woorden met elkaar. Ze zijn geen vrienden, eerder gelegenheidskennissen. Hoewel ze woorden met elkaar hebben, vallen ze niemand echt op. Ze zijn namelijk onderdeel van het straatgezicht. Gewone daklozen die iedere grote stad wel kent en waar niemand echt meer op let, omdat ze nu eenmaal bij het straatbeeld horen. Vandaag hopen de mannen wat geld te kunnen stelen zodat ze wat alcohol kunnen kopen. Iedere alcoholische versnapering is goed voor hen. Het maakt ze niet echt uit, zolang er maar alcohol in zit. Meestal is het goedkope wijn, bierblikken of cider, aangezien er niets anders voorhanden is. Heel soms mixen ze alcoholische medicijnen met wat rode wijn, zodat ze een extra kick krijgen. Maar helaas is vandaag al hun voorraad op en zijn ze naastig op zoek naar de eerste shot alcohol. De twee mannen zien een oude, gepensioneerde man op een bankje zitten naast het muziekpodium. Zijn naam is Walter Belt en hij is geen dakloze, maar woont in de omgeving. Hij is een makkelijk slachtoffer voor deze twee mannen. Ze pakken hem heel snel beet en eisen zijn geld. Maar Walter Belt heeft geen geld op zak, dus beroven de twee mannen hem van zijn horloge en trouwring en rennen zo snel mogelijk weg. Walter Bell weet echter snel naar een telefoonsuin te komen en belt de politie om aangifte te doen van de beroving. De twee mannen worden snel gevonden door een politieman in de buurt en gearresteerd. De daklozen nemen niet eens de moeite om te protesteren en gaan gewillig mee naar het politiebureau. Een van de daklozen staat bekend als Noze Kelly, omdat zijn grote neus en donkere ogen hem een zeer karakteristiek gezicht geven. Een gezicht die ook de regisseurs na deze dag niet meer zullen vergeten. Een gezicht waarachter een luguber verhaal schuil gaat. Op zich is er niets bijzonders aan een stel daklozen die opgepakt worden voor een kleine beroving. Voor veel politiebureaus is het een dagelijkse praktijk. En hoewel de agenten nooit blij zijn met de daklozen, aangezien veelal de cellen na het verblijf erin chemisch schoongemaakt moeten worden, kijken ze er ook niet van op. Zo ook in het politiebureau van Clapham verwachtte de wachtcommandant geen bijzonderheden van de twee mannen die net binnen waren gebracht. Hoewel hij cellen genoeg had, besloot hij de twee bij een andere dakloze man, Boyd, in de cel te plaatsen, aangezien ze dan bij de vrijlating of overplaatsing maar één cel schoon hoefden te maken. Boyd was de avond voor straalbezopen binnengebracht en had de hele dag al zijn roes uit mogen slapen in de cel. Ook nu Noci, Kelly en de andere daklozen binnen werden gebracht, bleef Boyd zijn roes uitslapen en snukte het hele cellencomplex bij elkaar. De dag verliep verder rustig. Wat betekende voor regisseur Ian Brown dat hij de hele dag aan zijn administratie had gezeten en niets wist van wat er in de cellen gebeurde. De daklozen waren voor een klein vergrijp opgepakt, waardoor zijn regisseurswerk niet aan de pas hoefde te komen. Veel van deze daklozen draaiden zo vaak in en uit de cel dat ze net zo goed de sleutel van het cellencomplex konden krijgen. Echter, toen hij wel klaar was met zijn administratie en hij iets voor vijf in de middag te maakte om naar huis te gaan, werd hij ineens opgeschrikt door een noodoproep van de diender. Zo snel als hij kon volgde hij de agent naar beneden waar hij bij het cellencomplex de wachtcommandant eerste hulp zag verlenen aan Boyd, die nu op de grond lag met een paar versleten sokken om zijn nek gebonden. Regisseur Brown. Keek in de cel waar Boyd ook had vastgezeten en zag daar nog twee daklozen. Eén van hen riep steeds dat hij zo snel mogelijk eruit wilde en niets te maken had met de verwurging van Boyd. De andere man, Noose Kelly, zat stil in een hoekje van de cel zonder sokken aan zijn voeten en keek naar hoe de wachtcommandant Boyd weer leven in probeerde te blazen. Deze J. Brown had maar weinig verklaring verder nodig om te weten wat er gebeurd was en liet een diender, een Patrick Kelly, verplaatsen naar een verhoorruimte. Nog nooit eerder had hij zo'n makkelijke moorzaak opgelost en hij ging er ook vanuit dat het verhoor niets meer zou zijn dan een formaliteit. En zoals verwacht bekende Kelly direct de moord op Boyd met als reden dat hij zich irriteerde aan het harde gesnurk. Keren Kelly wordt na het verhoor direct in een privécel geplaatst om te zorgen dat er niet nog meer incidenten plaats kunnen vinden. En de regisseur gaat de desbetreffende avond met een opgeloste moordzaak naar huis. De volgende dag zou Ian Brown Kelly nog eens gaan interviewen, zoals het in 1983 gewoonlijk was, aangezien er nog geen camerabeelden bestonden en politierapporten met de hand uitgetypt moesten worden. Tevens zou het fysieke strafblad van Kieran Patrick Kelly uit het archief gehaald zijn, aangezien er toen nog maar amper met databases en computers gewerkt werd. Op 4 augustus 1983 betreden regisseur Ian Brown en zijn meerdere hoofdinspecteur Ray Adams de verhoorruimte waar Kieran Kelly al zit te wachten voor zijn tweede verhoor. Hoewel het verhoor meer een formaliteit is, is het de gewoonte dat beide mannen van de recherche aanwezig zijn, zodat alles volgens het boekje verloopt. Er is tenslotte een moord gepleegd in het politiebureau zelf. En om verdere schandalen te voorkomen, zijn de politiemannen erop geprankt dat alles loopt volgens de regels, zodat bij de eventuele rechtsgang er niets verder mis kan gaan. Kieran Kelly. Hoewel hij een eel mannetje is, wat lijkt op een zak met botten, is onrustig en staat regelmatig gedurende het verhoor op om ineens te gaan, schaduwboksen of een dansje te maken. Maar aangezien regisseurs Ray Adams en Ian Brown veel ervaring hebben met verhoren, laten ze zich niet uit het veld slaan. De korte intermezzo's waarin Kelly zich vreemd gedraagt, gebruiken ze om zijn dossier door te nemen, zodat ze het verhoor zo breed mogelijk laten zijn en niet voor verrassing komen te staan. Regisseur Brown komt erachter dat Kelly nog niet zo lang geleden is vrijgesproken voor moord op een andere dakloze. In 1977 was hij gearresteerd voor de moord op Ed Toll, wat plaats had gevonden op de kerkhof in Kensington in Zuid-Londen. Er werd beweerd dat Ed Tol op het kerkhof lag te slapen op een grafsteen waar Kelly zelf altijd graag op sliep. Kelly had Tol aangevallen en hem probeerde te wurgen met zijn riem. Twee getuigen hadden alles zien gebeuren, maar omdat het hier ging om een dakloze dronkaards, had de jury hen niet geloofwaardig genoeg gevonden. Kelly. Die voor de rechtszaak al enige tijd nuchter was geweest, had zijn kant van het verhaal heel duidelijk kunnen vertellen, terwijl de getuigen half dronken en onder invloed van drugs waren en hun verhaal warrig en vol tegenstellingen vertelde. Brown bedacht dat dit verhoor misschien kon leiden tot dat Kelly nu wel de moord op Tol zou bekennen, aangezien hij al op hete daad was betrapt voor de moord op Boyd. Om Kelly niet direct af te schrikken, formuleerde hij zijn vraag open en casual. Nou, Kelly, vertel me over alle andere moorden. Kelly keek regisseur Brown vragend aan met zijn donkere ogen. Maar in plaats van te ontkennen, vroeg Kelly over welke moorden de regisseur het had. Om het gesprek open te laten en Kelly niet dicht te laten slaan, reageerde Brown nonchalant met dat Kelly maar gewoon moest gaan vertellen. Wat er vervolgens kwam, had de regisseur Ian Brown en zijn meerdere hoofdinspecteur Ray Adams. Nimmer verwacht. Kelly begon te vertellen over Hector Fisher. Een onopgeloste moordzaak van een gewone man achter de kerk in Clapham Common. De politie had de zaak niet op kunnen lossen aangezien het om een gewone roofmoord ging waar Kelly bewust 20 pond in de zakken van Fisher had laten zitten. Hierdoor hadden de regisseurs toen die tijd de moord niet gezien als een roofmoord en waren ze nimmer uitgekomen bij Kelly of andere daklozen. Een brigadier kon redelijk snel deze moord op Fischer bevestigen en een omschrijving van Kelly hoe hij Fischer had vermoord met name de messteken in het kruis liet de regisseurs geloven dat dit een nieuwe bekentenis was. Daarom vroeg inspecteur Ray Adams wanneer het voor Kelly allemaal was begonnen. En direct kwam het verhaal van Baker Street Mates' Tro Station en het voor de trein duwen van Christy Smit in 1953. Vanaf dat moment is het voor de regisseurs onmogelijk om Kelly geheel bij te houden. Twee weken van lange verhoren volgen en Kieran Patrick Kelly lijkt de ene moord na de andere moord te bekennen. Dat is echt een groot probleem voor de politiemannen. De moord op Christie Smit in 1953 kunnen ze niet bevestigen. Over nog een paar andere moorden zijn of geen rapporten, of ze zijn afgedaan als een ongeluk of zelfmoord. Tevens bekent Kelly enkele moorden waarvan de regisseurs kunnen aantonen dat Kelly dit niet gepleegd heeft, aangezien hij toen vastzat in de gevangenis. En andere moorden waren dan weer heel duidelijk dat Kelly er wel iets mee te maken had, omdat hij zaken wist die alleen de moordenaar kon weten. Kieran Kelly lijkt tijdens de verhoren te genieten van het feit dat de politie geen idee had dat hij zoveel moorden had gepleegd. Uiteindelijk komt het cijfer op 14, 15, misschien zelfs 16 moorden die de politie min of meer kan bevestigen. Maar bevestigen. Is niet genoeg. Ze moeten kunnen bewijzen dat Kelly de moord werkelijk heeft gepleegd, en tot nog toe zijn dat er maar twee: de moord op Boyd in de politiecel en Fisher, waar Kelly duidelijk te veel van wist. Als hij werkelijk 14 tot 16 moorden had gepleegd, dan had de politie voor die tijd een van de meest gruwelijkste seriemoordenaars in Engeland te pakken. Uitgaande dat Jack de Ripper, een van de meest bekende seriemoordenaars, is wereldwijd en slechts zes slachtoffers op zijn of zelfs haar geweten heeft, staat Kieran Kelly direct op het lijstje van een van de meest gruwelijke seriemoordenaars. Waarom komt Kieran Patrick Kelly dan in geen van de seriemoordenaarslijstjes voor? Nu moet ik even noemen dat er wilde verhalen rondgaan ro rondom de moorden van Kieran Patrick Kelly. En waarom hij niet in de lijstjes van de seriemoordenaars voorkomt. Er is zelfs een boek in 2015 verschenen, genaamd The London Underground Killer, die beweert dat de regering erachter zat dat er geen rugbaarheid is gegeven aan alle moorden die Kelly gepleegd zou hebben. Het boek. Die zelfs beweert dat Kelly ruim 31 moorden heeft gepleegd, is echter door de serieuze journalisten van The Daily Irish News en de podcast The Nobody Zone weerlegd en moet gezien worden als een rijk fantasieverhaal van de schrijver. Dit geeft echter geen antwoord op de vraag waarom Kieran Kelly zo weinig voorkomt op de lijstjes van seriemoordenaars. Toch is daar een hele logische en een beetje onbevredigde verklaring voor. Kieran Kelly is gewoon alleen veroordeeld voor twee moorden, aangezien de politie die zonder enige twijfel kon bewijzen. Deze moorden zouden hem al twee keer levenslang gevangenis geven en aangezien er geen nabestaanden waren van zijn andere slachtoffers en de maatschappij niet omkeek naar de daklozen en verslaafden, heeft het gerecht nimmer de moeite genomen om Kelly. Voor deze moorden te berechten. Daarbij weigerde Kelly na de twee weken verhoor. nog verder mee te werken met het politieonderzoek en trok al zijn bekentenissen in. De eerste moord in 1953 op zijn vriend Christie Smit en waar Kelly meerdere bekentenissen over heeft gegeven. zonder deze ooit in te trekken, heeft de politie nimmer officieel kunnen bevestigen. Toch denken de regisseurs van het onderzoek. En later diverse onderzoeksjournalisten dat deze moord werkelijk gebeurd is en de start was van de seriemoordenaar Kieren Patrick Kelly. Veel weten we niet over hem, dus het zal altijd blijven gissen waarom hij geworden is wie hij was en wat hem uiteindelijk maakte tot de geheime seriemoordenaar. In 1930 werd Kieran Patrick Kelly geboren in het dorpje Red Downey in Ierland. Op zijn twaalfde verhuisde hij met zijn familie naar Dublin omdat daar meer werk was te vinden in het zwaar verarmde en net onafhankelijk geworden Ierland. Omdat Ierland nog wel onderdeel was van de Britse Commonwealth, meldde Kelly zich op zijn achttiende aan bij het Britse leger. Hier werd hij echter na drie jaar in 1951 alweer oneervol uit ontslagen omdat hij meer dan een jaar zich niet gemeld had voor zijn diensten in Dublin. In 1953 vertrekt hij naar eigen zeggen met Christy Smit en twee Ierse prostituees naar Londen, waar hij na enige tijd Christy Smit om het leven brengt door hem onder de metro te gooien. Volgens Kerin, zijn eigen bekentenis is daar waar het allemaal begon. Bang dat hij gepakt zou worden voor de moord, vertrekt hij weer naar Ierland, waar hij in hetzelfde jaar nog wordt opgepakt voor diefstal en twee jaar in de gevangenis moet verblijven. Nog een jaar lang weet hij vervolgens uit de handen van de politie te blijven, aangezien hij in 1956 opnieuw wordt veroordeeld voor diefstal en inbraak, waardoor hij ruim negen maanden moet zitten. Kieran. Kelly was duidelijk een draaideurcrimineel aan het worden. aangezien in 1957 hij nogmaals wordt veroordeeld voor diefstal. en nu opnieuw twee jaar in de gevangenis van Dublin moet verblijven. In 1960 zegt hij Ierland voor goed gedag. en hij vertrekt op 30-jarige leeftijd naar Engeland, waar het voor het eerst in zijn leven goed lijkt te gaan. In 1961 trouwt hij namelijk met een Ierse vrouw. die al reeds vijf kinderen had. Dit ongewone huwelijk zou menig man afgeschrikt hebben, maar Kelly nam zijn verantwoordelijkheid en kreeg zelf ook nog twee kinderen met zijn vrouw. In deze periode zijn er geen veroordelingen en het lijkt erop dat Kelly een eerlijk leven leidde. In 1964 gaat zijn huwelijk echter kapot en neemt Kelly de benen. De rest van de zestigste jaren van de vorige eeuw zijn er vele veroordelingen op Kellys naam en lijkt het erop dat hij terug is gekeerd naar het draaideur criminele bestaan. In 1969 leidt dit uiteindelijk tot een veroordeling die hem in het psychiatrisch ziekenhuis Broadmoor doet belanden voor ruim twee jaar. In dit ziekenhuis wordt hij 40 jaar oud en er lijkt daarna iets te veranderen in hem. Want als hij in 1971 vrij wordt gelaten, begint hij nog geen twee jaar later met het vermoorden van met name andere daklozen en verslaafden. Ieder die hem kende rond deze tijd omschrijft hem als een man met twee gezichten. Onder de daklozen werd hij naast Nozzy Kelly ook wel Psycho genoemd, omdat zij hem allemaal met de twee verschillende gezichten kenden: de boze, gewelddadige en kwaadaardige Kelly, als hij onder. Invloed was van drank of drugs, en de amicale beleefde en zeer vriendelijke man als hij twee of drie dagen nuchter was. Daarom was de gevangenisdirecteur ook zeer verbaasd toen Kelly binnen werd gebracht als potentiële seriemoordenaar, aangezien hij hem alleen kende als de nuchtere, aardige man. En dat is misschien ook wel het meest zeggend over Kieran Kelly. Want zo verwarrend als zijn persoonlijkheid was tussen zijn dronken staat en de nuchtere staat, zo verwarrend was zijn levensverhalen, bekentenissen en dus ook zijn leven. In 1984 werd Kelly veroordeeld voor de moord op Michael Boyd en Hector Fisher en kreeg twee keer levenslang gevangenisstraf. Hij was tijdens de rechtszaak de nette, nuchtere Kelly geweest, die de meeste mensen aardig en beleefd vonden. En bij de uitspraak leek Kelly eigenlijk. Tevreden, alsof het straatleven hem te veel was geworden, en de gedachte dat hij nu altijd een bed en eten zou hebben hem goed deed. In 1993 werd er een groot gat in de tuin van het huis van haar Kelly zijn kindertijd had doorgebracht, gegraven. Het huis in Red Downy in Ierland had al meerdere andere bewoners gehad, toch was het best wel tekend dat juist hier. In het gat een skelet werd gevonden met een touw in een lus om de nek. Dit was de manier waarop Kelly de meeste van zijn slachtoffers had vermoord. De politie heeft echter nooit verder onderzoek gedaan naar wie het slachtoffer was en of dit ook werkelijk de eerste moord was die Kieran Kelly had gepleegd. U luisterde naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij. ...Bastiaan Thornhend en is een podcast van productiemaatschappij en uitgeverij torrenend.nl. Deze aflevering is bijzonder te danken aan de podcast Nobody Zone van de RTA Ireland's National Public Broadcast, de BBC en de Irish Daily News. Wilt u deze podcast steunen? Kijk dan op de website torrenend.nl voor de mogelijkheden. Wilt u zich abonneren op de podcast? Dan kan dat direct via uw favoriete podcastkanalen. Like ook onze Facebookpagina en YouTube kanaal om altijd op de hoogte te blijven. Tot het volgende moordverhaal.